Ja, delen met een deelstreep, althans sommen met een deelstreep, die moet je kunnen en kennen. En daar moet je iets voor weten. En dat leggen ze hier ook uit. Ze zeggen 0 gedeeld door 3 is 0, maar 3 gedeeld door 0 kan niet. Daar moet je echt goed op letten, ook dat je die twee niet verwisselt. Dat zie ik soms op toetsen en dat is zo zonde, want dan, ja, dat kost je best veel punten. Dus bedenk goed, 0 in de noemer, of in de teller, excuses, dat mag wel, dat is gewoon 0. Maar heb je iets bovenin staan en een 0 in de noemer, dat kan niet. Want delen door 0 is verboden. Nou, als je zo'n langere som hebt, zoals b, dan werk je hem gewoon onder elkaar uit. Maar heb je zo'n som a, dan heb je alleen boven wat staan en je hebt onder wat staan. Ja, dan kun je bij ons het gewoon achter elkaar uitwerken. Dan is dat toevallig veiliger. In andere gevallen altijd van boven naar beneden, anders krijg je hele gekke dingen. Min 20, min 30. Je hebt een 20 tekort, je haalt er nog eens 30 af, je komt uit op min 50. En wat we boven hebben netjes gemaakt, gaan we nu onder doen. Positief keer negatief wordt negatief, 2 keer 5 is 10. Dus wat je gaat doen, je gaat het sommetje boven wegwerken, ga je netjes maken, je gaat het sommetje onder netjes maken en dan kom je op een nieuwe situatie uit. Dit is eigenlijk gewoon een breuk, hè? Min 50, min 10 dus. Nou, min gedeeld door min wordt plus, dus daar hoef je niet naar te kijken. En dan kun je ook gewoon zeggen 50 gedeeld door 10. Of je kunt zeggen min 50 gedeeld door min 10. En dat is 5. ja, dan gaan we naar B. En dit is een langere en die mag je beslist niet achter elkaar gaan uitwerken. En bij die andere moet je het even vragen, hè, wat dat mag. Als je twijfelt, als je het je docent niet één keer hebt zien doen, zo'n eenvoudige achter elkaar moet altijd even vragen of het mag. Denk het wel hoor, maar ja, je weet het niet, hè. Min 30 gedeeld door 5. Dat is altijd een nadeel van iedereen die een filmpje maakt. Die weet ook, ja, niet iedere docent doet hetzelfde. Lopen we allemaal tegenaan. Zo, is gelijk aan. Dus nu ga je eerst wat tussen haken staan. Maar eigenlijk adviseer ik, haal eerst die breuken weg. Zorg eerst dat dit gewoon normale getallen worden. Dat is gewoon veel fijner werken. En dan ben je nog niet aan het rekenen, want haakjes gaan voor, hè? Haakjes gaan eerst, dan keer en delen, dan plus en min. En keer en delen, plus en min van links naar rechts. Maar we gaan nu eerst gewoon even die breuken vereenvoudigen. We gaan nog niet echt rekenen, we gaan het gewoon anders schrijven. 25 gedeeld door min 5, ja, dat is min 5. Want positief gedeeld door negatief is negatief. 25 gedeeld door 5 is 5. Min 30 gedeeld door 5 wordt min 6. Negatief gedeeld door positief is negatief. 30 gedeeld door 5 is 6. En dan neem je de rest over. Min 5 keer 2 is. Nu ga je doen wat tussen de haken staat. Zie je hoeveel fijner dat dit is. Anders had je dit allemaal. Ja, ik denk dat dit echt lekkerder rekent. Ik vind het fijner rekenen. En ik maak al best wel snel rekenfouten, omdat mijn concentratie slecht is. En daarom doe ik al gelijk die breuken eruit. Dan krijg je min 6 eraf 5. Je hebt 6, ik haal nog eens min 6 tekort. Ik haal nog eens 5 af, is min 11. Maar let heel goed op. Hier stond alle min. Wat je ook kunt doen, dat heb ik nog niet één keer zo gedaan, maar zo doe ik het zelf wel, is weten dat je dit zometeen eerst moet doen en dan gewoon al wel dit overnemen. Oh, wel dit overnemen en pas als je erbij aankomt, dan hier min 11 van maken. Dan vergeet je minder snel deze min. Dat is wat ik doe, maar voor jullie is het soms nog lastig. Wat gaat er nu voor en is het fijner om dat gewoon eerst te doen? Keer 2 is gelijk aan. Nu hebben we min 5, min 11, dit is min 11, keer 2. Nu kun je zeggen, ik doe het zo, min 11 keer 2, dat is prima. Veiliger is voor jullie nog, denk ik, dit te doen. Dat kost je even een stap extra, maar je hebt gewoon minder kans op rekenfouten en verschrijvingen. En je bent vooral heel erg bewust van wat je aan het uitrekenen bent, hoe je het aan het doen bent. Ik moet eerlijk zeggen, zelf doe ik het anders hoor. Zelf maak ik hier meteen, ja, doe ik het. Zelf doe ik het anders. En dan gaan jullie ook leren straks met letter rekenen. Dit wordt 22, maar voor jullie is dit echt de veiligste manier. 11 keer 2 is 22, min 5, dit was plus 22 is. Je hebt er 5 tekort, je telt er 22 bij op, dan kom je dus, ga je dus omhoog. Je gaat niet verder naar beneden. Het is dus niet min 27. Nee, je gaat niet verder naar beneden, je gaat juist omhoog. Dus het is 17. Stel je nu voor, je had het op die andere manier gedaan. Dat is de manier die ik doe. Nog niet eens, ik doe het zelfs nog anders.
dan had je dus min en dan krijg je dus min 11 keer 2. Dan krijg je dus min 22. En dan moet je ervan maken plus 22. Ja? Dan heb ik dit gedaan. En dat is gewoon 17. Daar komt natuurlijk hetzelfde antwoord uit. Dan gaan we naar C. 8 keer 8 gedeeld door 4 min 4. En terwijl je hem overneemt, zie je al iets gebeuren. Je ziet hier waarschijnlijk, oh, hier komt 0 uit. En dit is 64. Zo gauw er 0 in de noemer zit, kan die niet. En dan schrijf je op, kan niet. En ik heb wel eens leerlingen die zeggen dan, als het bijvoorbeeld andersom was geweest, die zeggen bijvoorbeeld bij som D, zal ik zo meteen laten zien, dan zeggen ze, ja, maar jij zei dat dat niet kon. En dan zeg ik altijd, nee, dit kan wel. Dit kan wel. Dat is 0. Maar delen door 0 mag niet. Dus de noemer mag niet 0 zijn. Je kunt onthouden, de 0 is net een O en de O van onder. Dus de O van onder, die kan niet zo groot een beetje. Zo'n ezelsbruggetje. Verwissel deze twee niet. Als je deze twee, dus deze kan, hier staat wel. Hè? Ik zal het nog even nog duidelijker schrijven. Kan wel. Deze kan wel, dat is gewoon 0. Deze kan niet. Let daar goed op. Stoppen ze er altijd van allebei eentje in, net als hier. En stel je voor je verwisselt, dan heb je deze twee al fout. Als je de situatie verwisselt, heb je de helft van je punten ben je kwijt. Zonde. 8 min 8 gedeeld door 4. Dan moet ik even goed kijken wat er staat. 4 min min 4. Dit is 8 min 8. En dit wordt 4 plus 4. En dan krijg je dus 0 gedeeld door 8. En die kan wel. Dat is gewoon 0. Dus in de teller een 0, die kan wel. Dat wordt 0. Was het dit geweest, dan had het niet gekund. Want de 0 mag niet in de noemer. Ja, maar dat is niet. Dus deze kan wel gewoon 0 gedeeld door 8 is 0. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!